Het gaat niet zo goed met de Nederlandse biodiversiteit. De afgelopen eeuw is het aantal planten en dieren in Nederland harder gedaald dan in de rest van Europa. Gelukkig is er ook positief nieuws. Uit onderzoek van de Radboud Universiteit en de Universiteit Utrecht blijkt dat het project Ruimte voor de Rivier juist goed is geweest voor de flora en fauna. Positieve gevolgen van hoogwaterbestrijding zijn dat er eigenlijk ook leefgebieden zijn gecreëerd voor allerlei planten en dieren die er in de oude situatie niet waren. Zoals nevengeulen bijvoorbeeld. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het gebied buiten de dijken, dus tussen dicht bij de rivier, dat veel dynamischer is geworden. Daar krijgt het water weer vrij spel. Daar krijgen we ook weer processen van erosie en sedimentatie van zand en klei. En die combinatie, dat leidt tot betere leefomstandigheden voor allerlei planten en dieren. Wat wij zien is dat voornamelijk vogels en zoogdieren het erg goed doen. Bij zoogdieren kun je bijvoorbeeld denken aan een soort als de bever, die eigenlijk in Nederland was uitgestorven en die we nu weer terug hebben. En ook allerlei vogels doen het ook goed, bijvoorbeeld een aalscholver. Terwijl andere diergroepen die blijven nog een beetje achter bij de verwachting. En denk met name aan reptielen en amfibieën en voor een gedeelte ook libellen. Nederland doet het inderdaad in Europees context minder dan veel andere landen rondom ons heen. Dat heeft natuurlijk veel meer te maken dat we een heel dicht bevolkt land zijn. Maar nogmaals, dit is eigenlijk een heel goed signaal dat we toch weer op de weg terug zijn. En dat we, als we een slimme manier met dat landschap omgaan, dat we er nog heel veel kunnen winnen, ook voor de natuur.